Jubilarisavond is dit jaar eigenlijk niet het juiste woord, want we hebben geen jubilarissen, maar we gaan wel afscheid van twee leden nemen. Bas Kempers en mijn persoontje zijn namelijk per 1 mei gestopt. Eigenlijk zouden we van 3 leden afscheid moeten nemen, omdat Ronald Hoijdink per 1 april gestopt is. Helaas kunnen Ronald en Miranda vanavond niet aanwezig zijn. Later in het jaar wordt er daarom officieel van Ronald afscheid genomen. Het is een bijzondere meningsavond, omdat we voor een eeuw afscheid nemen van 2 van onze brandweermensen. 2 bijzondere mensen die hun sporen hier in Aalten meer dan verdiend hebben. Ik begin met Bas Kempers, net 43 geworden. Nog maar 43 geworden. In het dagelijks leven zelfstandig ondernemer met zijn eigen bedrijf Drukkerij Kempers BV. Zelfstandig ondernemerschap, dat brengt nogal wat verantwoordelijkheid mee. En dat valt niet altijd makkelijk te combineren met veel eisende vrijwilligerswerk zoals dat bij de brandweer van je verwacht wordt. Om dan nog maar te zwijgen over het thuisfront met ook 3 jonge kinderen. In zijn bedrijf legt hij zich toe op duurzaam drukken. En ook dat vraagt extra tijd en aandacht. En dat alles is er ook wel de oorzaak van dat Bas stopt. Misschien wel goed stoppen met zijn brandweerwerk. En dat doet, hij zei het eigenlijk net al vooraf ook al even, dat doet toch wel een beetje zeer, dat doet moeite, kost moeite. Na bijna 22 jaar. Je hebt je laatste oefenavond al gehad en informeel is er al afscheid genomen, maar vandaag is het allemaal wat formeler. Wel mooi om te horen, te weten, is dat hoewel je formeel stopt met, met de brandweer hier als vrijwilliger hebt, dat je wel aangegeven om op de achtergrond nog wel wat hand- en spandiensten te willen verlenen. En zo natuurlijk ook wel stiekem nog een beetje het contact te houden met je oude maten. Nog af en toe uit de notenbar wat mee te smikkelen. Je hebt tenslotte heel veel jaren heel veel met elkaar gedeeld. Jij begon op 1 september 1997 als aspirant brandwacht en dan groei je zoals gebruikelijk door. 2003 was je uiteindelijk hoofdbrandwacht. Specialismen waren het zaken onder spanning, dat is voor buitenstaanders toch een wat merkwaardige term, en first responder. Kortom, een mooie loopbaan heb je hier gehad, maar die eindigt nu. Maar dat wil de gemeenschap niet zomaar voorbij laten gaan. Het is mij dan ook een eer om u, en jou Bas in het bijzonder, mee te kunnen delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u, Bas Kempers, geboren 2 mei 1976 te Winterswijk, minpuntje misschien hier, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau en daarbij behorende versierselen uit te reiken en op te spelden. Als je even naar voren wil komen. Zijne Majesteit de Koning, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij zijn besluit van 4 april 2019, nummer 20-19-00-0675, Bas Kempers, nou geboren weten we nu wel, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, getekend de kanselier der Nederlandse Orde. Alsjeblieft. Dan hebben we natuurlijk nog een tweede brandweerman die zijn vrijwillige werkzaamheden voor de ploeg Aalten beëindigt. Harm Hofdiezen. Nog eerder dan Bas Kempers trad hij toe tot deze brandweerpost. 1 mei 1986. Dat is heel lang geleden. Ik was van de week 34 jaar getrouwd. Nou, zo lang bijna was dat ongeveer. Dat is toch een heel leven bijna. Ook hij groeide door tot brandwacht in 91 en tot brandmeester in 2001. Specialisatie ook first responder, maar daarnaast ook actief als oefenleider. Alles bij elkaar dus 33 jaar op heel veel markten thuis en inzetbaar. Het is onder andere ook gezegd, zijn vakkennis en zijn vakbekwaamheid is groot. En natuurlijk al sinds 2013 is hij hier onze postcommandant.
een functie die hij met hart en ziel uitoefende. Zeer plichtsgetrouw, hij regelde van alles en nog wat, kwam altijd op voor zijn mensen en zijn en hun uitrusting. Daarom was het natuurlijk reuze handig dat hij naast het vrijwilligerswerk ook nog als beroepswerkzaam was en ook blijft bij wat nu dan de VNOV heet. Hij had oog en oor voor zijn mensen, de onderlinge band en de sfeer binnen de post. En dat was volgens mij toch eigenlijk ook wel een beetje een familieonderneming. Zijn vrouw is en was ook altijd zeer betrokken bij de brandweer. Die zouden bijna zeggen, ze was de moeder overste van dit klooster. Oké. Sylvia, zeer bedankt voor al je inzet hier al die jaren. Harm, een echte achterhoeker, een beetje hoeker misschien, werd net gezegd, met een warm kloppend rood brandweerhart. Maar desondanks ook wel een beetje zwart-wit in zijn doen en laten. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar zo gaan we het wel doen. Ik denk dat dat hier wel vaker heeft geklonken. Onze Harm is in veel opzichten een brandweerman van de oude stempel. En zo worden ze tegenwoordig niet zo heel veel meer gevakken. Maar Harm is een Aaltenaar om trots op te zijn. En daarom is het mij een grote eer om u te kunnen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd. U, Herman Hofteaser, geboren te Aalten op 22 maart 1959, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau en u de daarbij behorende versierselen uit te reiken. Hetzelfde bal van een ander nummer natuurlijk en andere data, maar de oorkom die erbij hoort voor boven de schoorsteen. Goedenavond allen. Welkom leden van Post Aalten en hun partners. Welkom leden van de Oldbussers. Welkom Dick de Vries, afdeling tot brandweerondersteuning. En welkom burgemeester Stapenaal. Hier sta ik dan, als kerstverse postcommandant van Post Aalten. Wellicht de jongste postcommandant van Aalten. Laat ik mij voorstellen. Ik ben Bas Kampsoff, 37 jaar, en woon samen met mijn vriendin Lisette Hummeling. Onze jongens leven hier in Tiegel en een hond in Lichtenvoorde. En ben werkzaam als gebouwenbeheerder bij de gemeente Oost-Gelre. 15 augustus 2001 ben ik lid van Post Lichtenvoorde geworden. Ik heb daar nu dus bijna 18 jaar ervaring op gedaan en dat is nu ik zo terugkijk op bijna mijn halve leven. Joop Berendsen heeft mij daar nog aangenomen als aspirant brandwacht. In diezelfde tijd was Joop ook hier in Aalten de brandweercommandant. Hij gaf leiding aan Aalten en Lichtenvoorde. Ik ben dus niet de eerste welke van buiten Aalten komt. Als manschap was het mij daar vrij snel duidelijk dat ik na de eerste opgedane ervaring door wilde stromen naar leidinggevende functie, zoals bevelvoeren. Want daar sta ik nog steeds vooraan bij het incident en daar gebeurde het toch wel. Binnen Lichtenvoorde heb ik met name in de dagsituatie heel veel ervaring op mogen doen, omdat ik vaak de enige beschikbare bevelvoerder was. Deze ervaring en beschikbaarheid bracht mij ook dat ik de postcommandant mocht waarnemen in haar afwezigheid. Ik was binnen de post toch veelal het aanspreekpunt. Op het moment dat de waarneming in Lichtenvoorde niet meer nodig was, kwam de sollicitatie voor Post Aalten voorbij. Ik dacht direct, waarom niet solliciteren? Hier zijn ook mensen met passie en liefde met hun vak bezig en volgens mij kan ik daar prima een steentje aan gaan bijdragen. Ik noem dit bewust een vak, omdat ik jullie allemaal weten dat de brandweer wel wat verder gaat dan zomaar een hobby. Ik ben blij met deze post, met alle leden die daar zijn. Ik ben blij met de 4 nieuwe aspirantleden, welke jullie met z'n allen al hebben geworven. In juni gaan zij starten met de opleiding manschappen. Wellicht stromen zij ooit ook nog door tot postcommandant. Ik had dit ook nooit verwacht. Post Aalten is in het aantal leden op sterkte, maar hij heeft heel snel extra bevelvoerders nodig. De druk welke de 3 bevelvoerders nu ondervinden op het gebied van voorbereiden voor oefeningen, het draaien van hun diensten en natuurlijk ook nog je dagelijkse werk en je gezin was niet meer bij een vrijwilligerskorps van deze omvang. Harm draait dit jaar gelukkig nog meer om de eventuele gaten te dichten en is Lisette Klemmer al in opleiding voor bevelvoeren.
Waar mogelijk neem ik ook mijn werkzaamheden uit Voorschelde mee naar deze kazerne, om hier de post op bepaalde momenten paraat te kunnen houden. Vooruitkijkend moeten we binnen korte termijn nog meer mensen voor bevelvoering gaan opleiden. Binnen de post zijn er een aantal welke dit mogelijk zouden kunnen gaan doen. Zij zullen dan een extra stapje moeten gaan zetten en voor bevelvoerder in opleiding gaan. Ik kijk dit dan ook aan om de organisatie, het extra stapje durft te zetten en zoveel mogelijk medewerking of ondersteuning hierin zal gaan verlenen. De posten zijn namelijk de basis, want de blijvende paraatheid van de post is ook in dit gebied van groot belang. Dank jullie wel.